School is voor kinderen een plek waar ze zich al lerend kunnen ontwikkelen. Maar er zijn kinderen die vanuit zichzelf onvoldoende rust en overzicht hebben om tot leren te komen. Ze hebben structuur en een voorspelbare omgeving nodig om zich goed te kunnen ontplooien. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen met autisme, ADHD of NLD. Voor hen zijn binnen het onderwijs aanpassingen nodig die duidelijkheid en structuur bieden. Dit geeft houvast en rust, waardoor ze beter tot leren kunnen komen. Deze aanpassingen zijn ook goed voor andere leerlingen. Zij kunnen ook gebruik maken van de structuur als ze deze nodig hebben. Deze film laat een aantal voorbeelden zien hoe onderwijs passend kan worden gemaakt voor kinderen met een grotere structuurbehoefte. Mijn zoon heeft een eigen werkplek. Dat is in zijn geval voor in de klas, met zijn rug naar de groep toe, waar hij lekker in weg kan kruipen. Voor veel kinderen zijn dingen duidelijker als ze het ook kunnen zien. Ze hebben veel baat bij visuele ondersteuning. Ik kijk naar de klok, nog 5 minuten om het af te maken. Ik bied veel structuur in mijn klas aan de kinderen, omdat ze dat erg nodig hebben. Ik doe dat door middel van onze dagroosters of weekplanningen, zodat ze van tevoren weten wat er komt. We proberen zo voorspelbaar mogelijk voor ze te zijn. Voor kinderen die heel gevoelig zijn voor geluiden, kunnen oordopjes of gehoorbeschermers een uitkomst zijn. Je zou kunnen zeggen dat de school een sociale jungle is. Juist voor leerlingen die sociaal minder vaardig zijn, is dat lastig. Het kan nodig zijn om hen te helpen met de verduidelijking van sociale situaties, regels en afspraken. De leerkracht is een belangrijke schakel in passend onderwijs. Dat geldt zeker voor kinderen die meer structuur nodig hebben. Voor hen is het belangrijk dat de leerkracht het onderwijs duidelijk en voorspelbaar maakt. Structuur op school is nodig en zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en weten wat er gaat gebeuren. Vanuit die basis kunnen zij zich al lerend doorontwikkelen. Ja, geen angst hebben voor de dag van morgen, dat is het vooral. Weten van, oké, het is veilig, betrouwbaar, ik weet waar ik aan toe ben. Daardoor lukt het hem om gewoon ontzettend goed te functioneren in dit reguliere onderwijs. Passend onderwijs betekent dat de school aanpassingen biedt, waardoor ook kinderen met een grote structuurbehoefte zich al lerend op school goed kunnen doorontwikkelen. Daar profiteren niet alleen deze leerlingen van, maar daar hebben alle leerlingen baat bij.